Oli. Goedemorgen. En welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag. Ja, vandaag is het. Ik ben net wakker. Het is 8 uur. Ik ben aangekleed. Ik heb deze trui, Bernie Melville en Levi's shorts. En ik ga naar Knap voor een facial. Olivia is lekker aan het gillen beneden. Daar ga ik nu naartoe. En we gaan even ontbijten. Oh. En ik ben echt slecht geslapen. 5 uurtjes of zo. Maar goed, ik ga naar beneden. Hi baby. Hier zit je op school, oude Tilly. Ja. Ja, maar ik weet het niet zeker. Ik heb geen andere korte broekjes. Wil je een andere korte broek aan? Ja, maar je hebt niet zo'n pas. Nee, ik ben te dik. Sander heeft bananenpannenkoekjes gemaakt. En ik heb de eerste aan Olivia gegeven. Ik ben aangekomen bij Knap en ik ga een oxygen facial doen. Dat is echt mijn favoriete behandeling ooit hier. En we gaan het doen vandaag. En we gaan ook een bindweefselmassage doen, wist jij dat? Ja. Ga jij dat ook doen? Ja. Dat heb ik nog nooit gehad. Nee, hij is wel standaard zeg maar in de behandeling, zeg maar door het apparaat zelf. Ja. Die is mooier vind ik dan met je handen doet. Ja. Ja? Ja. Nou, we gaan het doen. Ik ben weer thuis en ik heb een beetje SPF op, dus misschien ben ik heel wit. Maar echt super blij met mijn facial. Mijn hele huid is weer vochtig. Ik had zo'n droge huid. En ja, dat heb ik gedaan. Nu ga ik e-mails doen, even 2 uurtjes. En dan ga ik het contract ondertekenen voor ons nieuwe kantoor. En dan tennissen. En ik heb nog 1 afspraak naar de tennis, geloof ik. Dus ja. Let's go. Ik heb me even snel omgekleed. Dit is wat ik aan heb. Dit rokje van Glamorous. Ik zal een linkje hieronder posten. Die heb ik via ASOS gekocht. Dit shirt van Naked. En mijn Gucci schoenen. En ik doe mijn nieuwe zonnebril op. Deze trouwens even in mijn rokje doen. Dus let's go. Ik ben op het kantoor van de makelaar. In Spanje. Met Kay. En we gaan allebei ons huurcontract ondertekenen. En we gaan dus boven elkaar zitten. Dus ik ga in het oude kantoor van Kay. En Kay gaat groter. Dus die gaat in het pand onder me. Zo leuk, ik heb er zelf zin in. Ik ook, ik heb er echt heel veel zin in. Heel veel zin in. Dus we gaan het super mooi decoreren en dan kunnen we ook lekker gezellig kerstlunchje zo met z'n allen doen. Ja, gewoon iedere week. Iedereen houdt nogal van eten en dingen decoreren. Het wordt sowieso gewoon iedere week bij elkaar langs. Zullen we nu met z'n allen gaan ontbijten? Ja, ja. Oh, lekker. Tuurlijk. Ik heb nu ook zin in ontbijten. Ja. Heb je al lunch? Ja, maar ik ook altijd meer. Zeker een ijsje gaan maken. Ja. Ja, dus ik ga hem ondertekenen en... dan vanaf 1 augustus. Poeh, zo warm. Ik kom weer thuis. En superleuk. Altijd leuk. Ik heb een contract getekend. Dus daar ben ik heel blij mee. Het is een groter kantoor dan dat we nu hebben. En in de stad. Dus dat is superleuk. Ik heb er heel veel zin in. Met Kay ook. En ja, ik ben nu thuis. Ik zou eigenlijk gaan tennissen, maar dat gaat niet door. Dus ik heb echt mega, mega intens veel te doen. Dus ik ga nu lekker werken een paar uur. Oké, ik heb even gewerkt en ik heb echt, nou ja, veel te weinig af van wat ik af wilde hebben. En ik ga nu even lades uit mijn kast opruimen, want ik moet alweer bijna dus weg. Ik ga dus naar Rome en ik moet mijn koffer uitpakken. En ik wilde even die laden met de riemen wilde ik even uitpluizen. Zodat ik even weet wat ik allemaal nog heb en dat ik de rest even weg doe. Ik wil langzaam maar zeker echt dat alles opgeruimd is uit de kast. Dus daar ga ik nu mee verder. En ik ben echt super moe. Want ik heb vannacht 5 uur geslapen. Die nacht daarvoor geloof ik ook. En de nacht daarvoor wel 7 uur en daarvoor niet. Dus zo onderhand moet ik eerlijk zeggen dat ik wel moe aan het worden ben. Dus hopelijk kan ik vanavond... wat eerder naar bed. Maar het is ook mijn eigen schuld. Want ik ga gewoon zelf heel vaak te laat naar bed. En dan slaapt Olivia. Ik denk dat mensen die zeg maar vader of moeder zijn. Dit wel kunnen herkennen.
Want als je kind dan eenmaal slaapt 's avonds, dan ga je... Olivia slaapt overigens nu ook, mochten jullie dat afvragen. Dan ga je het hele internet op en voor je het weet is het weer veel te laat. Dus dat gaat er mis. Maar ik loop echt met werk achter. Ik vraag me soms echt af hoe het kan dat we zoveel werk hebben gewoon. Want heel veel mensen vragen wat ik doe. Nou ja, ik ben dus fulltime blog, Instagram, social media, YouTube, dat soort dingetjes. Content maken. Dat doe ik eigenlijk fulltime. En we zijn dus met z'n vieren. Dat weten ook heel veel mensen niet. Maar we zijn met z'n vieren, Esmee, Sanne en Iris. En ja, er is gewoon nooit genoeg tijd, basically. Ik wil zo graag een beetje bij zijn met mijn mails. Maar goed, ooit, someday, ben ik waarschijnlijk wel een keer bij. So we'll see. Ja. Daar zit ik. Ik heb echt allemaal hele lelijke oude riemen. Waarom bewaar ik dit soort zooi? Heb ik het überhaupt allemaal ooit bewaard? Ik kan het nooit meer dragen. Ik bewaar altijd alleen alle vintage dingen. Omdat ik altijd denk van dat soort dingen. Denk ik, nou ja, you never know. Het is echt zo satisfying. Laadjes opruimen. Als dan zo meteen alles af is. En dan dat ik de la voortaan open doe. En dan gewoon alles in één keer zie. Ik heb ook zoveel van dit soort bandana's. Ja, Olivia slaapt dus. Olivia slaapt 2 keer per dag trouwens. Voor degene die zich dat afvragen. En ze slaapt 2 keer 1,5 à 2 uur. Dus eigenlijk best wel veel. Ze houdt echt van slapen. En Bibi die is met een vriendinnetje van school naar de Corner Bakery gegaan. Dus die komt zo ook thuis. En ik heb boodschappen gedaan. En we gaan vanavond de pasta maken. En ik hoop dat we eindelijk van onze muizen af zijn. Zometeen. Ik heb er al een aantal dagen geen meer gezien. Dus who knows. Who knows. Kijk eens wie er wakker is. Maar niet stil wil staan. Ga je de pop daar neerzetten, Oli? Ciao! Ciao! Ja, maar dan wel met die blauwe ogen. Oli is een toneelstuk aan het doen. Die wilde wat aandacht hebben. Ja. Wil je maar kaas? Wil je maar kaas? Ja? Oli? Nee. Je wordt helemaal paars. Oh, nee, schat. Het is een beetje zo raar. Zullen we hier een hart vullen? Wij zitten lekker op de bank, we hebben gegeten en Bibi's vriendinnetje is naar huis gegaan. Zo gezellig, hè? Ja, heel gezellig. En wij kijken lekker naar Modern Family. Olly slaapt en het komt heel hard buiten. Nou, nu valt het weer mee. Ja, het regent nu hard, maar ik ben echt heel bang voor onweer, maar dat weten jullie zo onderhand. Welk seizoen kijken we? 7. I don't know why she's so bad. She has a great teacher. I was a. Ik ga zo nog even opruimen en dan lekker slapen. Ik ben echt boe. En het is zo warm was het. Echt hoeveel graden? Ja, maar het voelde veel warm met zo'n nauw. Ik voelde echt zo'n 33 graden. Maar het was vooral om 2 uur. 2:30 of zoiets. Toen was het wel echt super warm. Ja, nou, ik zie jullie zo. Ah. Ik zit echt helemaal gefascineerd te kijken hoe Kim haar contourkit aan het uitleggen is. Now you can see the contour, how it's kind of blended. And everywhere now I'm going to use the highlighter. Ik lig in bed en ik ga lekker slapen. Ik ben super moe. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik zie jullie morgenochtend weer. Tot rusten.